Met dit document wordt mevrouw Damink het zwijgen opgelegd. Teruglezen wil ze het nu, jaren later, nog steeds niet. Het is een nachtmerrie, ja? Als ik dat ding in de handen heb. Het is net, ja, het brandt. Ja? Je doet heel zeer, als ik dat zie. Een onterechte Alzheimer-diagnose. En bloedonderzoek waarvoor geen toestemming was gegeven. De dokter van mevrouw Damink gaat de fout in. Het is de omstreden neuroloog Ernst Janssen Steur. Het Medisch Spectrum Twente wil een tuchtzaak voorkomen en legt een contract voor. De man van mevrouw Damink is op dat moment ernstig ziek. Ze zetten me gewoon onder druk van teken nou maar. De laatste paar maanden die jullie nog hebben met elkaar. En zodoende heb ik getekend. Met dit contract verdwijnt de zaak in principe in de doofpot. Het ziekenhuis betaalt een schadevergoeding. Maar alle correspondentie moet worden vernietigd. Er komt een volledige geheimhouding. En de procedure bij het tuchtcollege moet worden afgebroken. Allemaal op straffen van een geldboete. Ziekenhuizen leggen dit soort zwijgcontracten op om de goede naam van de arts en het ziekenhuis in stand te houden. Wat vindt u daarvan? Ik vind dat dat niet kan. Het gaat om de kwaliteit van de gezondheidszorg. Het gaat om de belangen van de patiënten. En daaraan zijn de belangen van een ziekenhuis en een arts, wat mij betreft, ondergeschikt. Het kabinet eist dat zorginstellingen stoppen met het onder druk zetten van patiënten. Wij willen een open sector zijn, waarbij er geen taboes liggen op wat er gebeurt, maar waarbij er geleerd wordt van fouten die altijd gemaakt kunnen worden. Contracten waarin staat dat je niet naar de tuchtrechter gaat, niet naar het OM of dat soort zaken, zijn echt ook absoluut onwenselijk. Janssen Steur dupeert vele tientallen patiënten. Mevrouw Damink denkt dat veel van die gevallen waren voorkomen als zij het zwijgcontract niet had getekend en de zaak eerder aan het licht was gekomen. Iedere keer als je iets erover las, dan voelde je jezelf schuldig dat je een handtekening ergens onder gezet had. Je kon niks, je mocht niks zeggen. Ja, een stuk in mijn leven wat nooit meer overgaat. Dus het is een enorme litteken.